Je speelt dan die eerste show voor Meertonen. Was het gelijk duidelijk toen van oké, hier moeten we wat mee gaan doen, Ja, laten we een plaat weet gaan je, maken? het was echt verbazingwekkend. Want wat je al zei, van of ik dan met publiek bezig ben of nervositeit. Nee, wij gingen spelen. En dat was juist verbazingwekkend. Het publiek was gelijkwaardig man en vrouw. En het was geen metalpubliek. Het is gewoon de Nieuwe Meer waar het project heeft plaatsgevonden. Dat is een soort kunstenaarsenclave. Dus het was een open dag van ateliers en ze bestonden 25 jaar. Dus het hele terrein was vol met liefhebbers van kunst. En die open ateliers gaan bekijken. En ja, een beetje dat VPRO-publiek, denk ik dan maar. Ja, ik weet het niet precies. Maar toen ging mij er spelen. En nou, ik heb erg veel gespeeld. In al die jaren, zeg maar. En het was echt verbazingwekkend. We voelden echt gewoon een enorm respons. En ja, ik heb wel veel meegemaakt, maar. Met zo'n project dat zo ongrijpbaar is en eigenlijk misschien 80% van de mensen die in het publiek stonden, die zouden weglopen als ze alleen maar harde gitaren horen en een of andere schreeuw lelijk erop. En omdat dat niet is, juist de harmonie van de blazers en thema's en solo's en soundscapes, werd het heel erg toegankelijk. Maar dat was helemaal niet van tevoren gepland, want we hadden nog nooit gespeeld. En de reacties waren zo goed. Toen hadden de jongens van Meertonen van dit moeten we in de studio opnemen, want dit is iets unieks. En dat is raar omdat het je eigen muziek is. Voor mij is het heel erg normaal. Dus ik weet totaal niet hoe een ander het luistert. Ik weet alleen dat het geen gemakkelijke kost is. Maar misschien toch wel gemakkelijker dan ik zal denken. Want het is zelfs een bevriende collega van mij, gitarist. Die had de CD in zijn auto opstaan. Die heeft dan twee kinderen van vijf, jaartje of vijf of vier. Die het helemaal te gek vonden. En dan denk ik van, oké, weet je wel. Bedoel, het is maar ja, waar je mee opgroeit, hoe open je staat of hoe het binnenkomt. En ja, het is heel maf, vind ik. En je noemde net dan ja, het schrijven, dus dan begin je te schrijven. Op de website stond geloof ik dat je meer dan 200 nummers hebt opgenomen. Nee, dat is anders. We hebben het over tracks. En Tracks, ja. ja, tracks. En dat zijn de sporen. Oh, lager. Ja, Oké, maar je moet eigenlijk zo zien, de gitaarlagen, er zijn gewoon twee sporen. Dat is stereo en dan krijg je gewoon een breder geluid. Dus dat is heel weinig. ja. En met overdubjes voor solootjes en dat soort dingetjes. Dus dat valt wel mee. Maar waar er veel sporen in zaten, waren de manier waarop de blazers gemaakt waren. Dus je kan de blazers als sectie 4 blazers kun je opnemen met een paar microfoons, maar dan een room mic, iedereen een mic voor zich en nog een mic. Oh ja. En dan nog overdubben en dan om het blazers groter te maken, violen hetzelfde, want je hebt twee violen. Maar als je daar echt een vioolsectie van wil maken, een grotere sectie, dan ga je overdubben. En als je dat ook nog met meerdere microfoons doet, dan gaat het hard. Ja. Ja. Nou, wat daar, dat is dan wel interessant, want nou, je hebt dan de drie nummers Ja. die op de EP staan, of ja, de Ja. EP denk ik. Ja. Nee, ze wordt een album genoemd, hè? Ja, Toch? toch Ja. wel, Ja. oké. Ja. Maar wat ik erover las is dat je probeerde de hectische tijd van nu te Ja. proberen te vangen. Dus heeft dat dan ook te maken met dat er zoveel lagen zijn en dat er zoveel Nou, invloeden weet je, zijn of kijk, prikkels? de basis waar ik vanuit ben gegaan, dat zijn eigenlijk tracks die ik voor Chalice had geschreven. Die hebben we wel met zang zelfs uitgevoerd. Dus we hebben op Metal Fest gespeeld en in Engeland op dat UK Tech Fest. En in Duitsland ook zo'n Euroblast. En nou, weet je wel, die nummers hebben we al gespeeld, maar dat waren nummers van 4 minuten. En het is wel echt een metal ondergrond, dus dat is vrij agressief. En nou, die nummers heb ik uitgetrokken tot nou, meer episch stuk van 10 minuten. Dus dan heb je die onderlaag die al vrij agressief is. En dan schrijf ik er vrij orkestraal op, dus in lagen. En dan krijg je eigenlijk al snel dat het heel erg op je afkomt. Dat het vrij hectisch is. Maar wat mij eigenlijk mijn uitgangspunt was, is echt om het schrijven in lagen. Dus elke keer als je de CD luistert, hoor je weer nieuwe dingen. En dat vind ik interessant. Ik ben ook heel erg fan van Nine Inch Nails. Dus als ik dat
ja, zo'n fragile, zo'n plaat die ik helemaal te gek vind. En ik kan elke keer luisteren en ik hoor elke keer weer een andere laag. Of ik, vallen mij dingen op, dus muziek heeft dan echt diepte. En dat, dus ook hoe ga ik het project noemen? Dat was echt van, Sleaze, moet ik dan Theo Holzheim? Nee, dat ga ik ook niet doen, weet je. Ik vond het lastig. Ja. Ik dacht, ja, maar het is wel orkestraal, weet je. Want je kan het eigenlijk met een metropoolorkest zou je het kunnen uitvoeren. Ja. En voor mij is het dan het hectische. Het is wel hectisch, vooral voor als je niet gewend bent. Maar als jij gewoon klassieke muziek luistert, moet je horen hoe hectisch dat is, weet je. En dan dat is nog veel grotere bezetting en er gebeurt nog veel meer. Dus ik vind eigenlijk allemaal wel meevallen. Okay. dat is wel grappig dan, want als jij... Nou, nu zit er wat ruimte tussen de opnames en nu, zeg maar. Ja. Dus als je de plaat nu opzet, of misschien heb je hem van de week nog opgezet, hoor je dan nog nieuwe dingen? Of, want je hebt natuurlijk... Nou, weet je, ik hoor alles, omdat ik het natuurlijk geschreven heb. Ja. En met het mixen, dat is wel een interessant proces, want we hebben het in twee studio's gemixt. Okay. En in een Warning studio, dat is Björn Warning, die heeft meer het bandje onder zijn hoede genomen. Dus de drums goed laten klinken en de gitaar. En we hebben het ook gereamd. Dus ik had eerst alles met de modeling en opgenomen hier. Maar ik heb al die lagen geschreven. Toen hebben we een andere studio, David Cox, dus de jongen die in Kong zit. Hmm. En in zijn studio heeft het gemixt. Maar ik hoor alles gewoon hoe het moet klinken. En als dan buitenstaander zou moeten mixen, dat is onbegonnen werk. En je haalt de dingen, verkeerde dingen naar voren. Er zijn thema's die in elkaar overlopen. En dan pakt het ene dingetje weer over van de ander. En wat was de vraag eigenlijk ook alweer? Moet ik ook, of je weer nieuwe dingen hoort. Oh ja. Omdat ik het eigenlijk allemaal van tevoren hoorde. Het is meer van, oh, dat hoor ik niet. Maar uiteindelijk, ik heb de CD natuurlijk... Ik heb het zo vaak beluisterd met het schrijven en het mixen... Mm-hmm. Dus ik heb de CD eigenlijk maar één keer gedraaid, gewoon. En eigenlijk ook na een hele tijd, ik had de CD al bezit, maar ik dacht, ik ga nu niet luisteren, want ik sta er dichtbij. En toen heb ik het gedraaid op een heel kleine, crappy installatie, eigenlijk, nou, ik denk een maandje geleden of zo. En toen kon ik eigenlijk weer objectief luisteren. Hmm. En ook van, hoe is het gemasterd en zo. En toen was ik eigenlijk hartstikke tevreden. Okay. Ik vond het heel belangrijk dat... Kijk, ik ben allemaal gitarist. Maar ik vind heel belangrijk, het totaalgeluid vind ik belangrijk. Ik vind niet zo belangrijk dat het allemaal om mij moet gaan. Nee, het gaat om de muziek. Ja. Ik moet mezelf helemaal wegcijferen. Dus ik heb ook met mixen gefocust op de gitaren. Dat geloofde ik wel. Het was eigenlijk van, hoe hard zetten we het in de mix? Niet te zacht, want dan wordt het heel erg brokkie. Maar niet te hard, want dan hoor je die blazers weer niet. Dus dat was eigenlijk een zoektocht. En dat kan misschien nog steeds getweakt worden, maar je bent eigenlijk nooit klaar. Ja. Maar je maakt op een gegeven moment een keuze. Maar ik ben wel blij mee, ja, zeker. Ja. Je noemt nog iets. Bijvoorbeeld met de blazers, was het een uitdaging? Want je bent natuurlijk gitarist en je hebt ook andere instrumenten bespeeld. Maar was het een uitdaging om al die instrumenten zo te componeren dat het ook goed bij elkaar komt? Ja, zeker. Het was ook een leerproces. Mm-hmm. Dat je, elk instrument heeft zijn eigen nukken, zeg maar. En zijn kracht. Ja. En het was wel gepuzzel van wat is het bereik van instrumenten en wat werkt. Maar ja, goed, ik sprak dan met muzikanten, weet je wel, die dan ook veel componeren. Onder andere Oene van Geel, daar had ik het ook nog over. Van, weet je, dat je eigenlijk, je leert gewoon met vallen en opstaan. Dus ik heb geen klasje gevolgd met harmonieleer. Ik weet er wel wat van, ik weet daar vrij veel van. Maar niet zo specifiek op blazersgebied, weet je wel, wat de kracht is. Dus het is gewoon puur op gehoor ben ik gaan schrijven. En ik heb er geen theorie op losgelaten, het is gewoon wat ik in mijn hoofd hoor. En tijdens de doorloop kijken we gewoon hoe het werkt. En misschien is de trombone te laag of zo, dat moet dan hoger. Maar het is een makkelijke aanpassing. Maar wat voor mij heel belangrijk is in de muziek, is het ritme. Okay. Dus soms zijn de tonen, welke tonen je pakt, niet eens zo belangrijk als het ritmisch maar goed is. Okay. Ja. Als laatste dan, wat hoop je dat het album gaat doen en wat het vervolg ervan wordt?
Nou, ik hoop zeker nog verder te schrijven. En wat ik hoop is dat toch wel het op wordt gepikt. Want ik denk toch wel dat het iets unieks is. Ik ken in ieder geval niet iets wat zoiets wat in Nederland bestaat. Mm. En de reacties die ik krijg. Dus ik was eergisteren bij Meshuga. Maar heeft een vriend van mij die goed contact staat met Frederik Torendaal van Meshuga. Yeah. Die was bij hem, Richard Hallebeek is dat, fusion gitarist, die ook voor de Mute Maker schrijft. Die was bij hem in de studio en die was geweest en die vindt de CD ook helemaal te gek. En dat vind ik waanzinnig te gek, want heel veel respect voor dat soort muzikanten. Ja. En ook met de muzikanten wie ik speel, gewoon heel veel respect daarvoor. En hij laat de CD een Frederik Torendaal horen en dan zie ik een fotootje met Frederik Torendaal met de CD. En gisteren was ze bij Code Kloet. En Code Kloet staat weer in nauw contact met Steve Vai. En ik zeg van, nou, geef Steve Vai ook maar een cd'tje, weet je wel. Ik bedoel, het is gewoon... ik weet niet hoe men het luistert, maar misschien vinden ze het wel leuk. Ja. Dus ik hoop eigenlijk dat het niet wordt ondergesneeuwd. Want er zijn ook te veel mooie dingen waar men nooit wat van hoort. En de radio wordt eigenlijk overspoeld met nogal mainstream dingen, terwijl er eigenlijk zoveel moois is. En met deze muziek, wat ik ook live zag, is het ook op allerlei plekken neer te zetten. Je kan gewoon de jazzpodia doen, waar je het geluid iets anders niet zo zwaar speelt. Ja. We repeteren ook gewoon met de kleine combootjes. Maar dan heb je meer ruimte voor meer ruimte voor improvisatie, maar je kan ook op een procfest spelen of op Lowlands en dan wordt ineens een soort festivalmuziek. Ja. En het is of contemporary, classical, noem het maar op, weet je wel, omdat het toch iets vernieuwends is. Dus het is heel erg breed, dus ik hoop eigenlijk dat de juiste mensen dat zien en dat oppakken en daar dan wat mee gaan doen. Mm-hmm. Dus want ik denk dat heel veel mensen dat echt wel weten te waarderen en dan zal je zien, over 5 jaar is het weer mainstream. En dan ga je weer wat anders doen? Ja, ik doe altijd, weet je, mijn drang naar nieuwe dingen doen en dat houdt me gewoon gaande. Dus, ja. Dat vind ik een mooi einde. Ja, oké. Dankjewel. Ja. Heel erg bedankt voor je tijd. Ja, ook bedankt, man.